terwijl we ondertussen nog even de fout zien. En dus de vrije trap met die van Leko. Verdedigen op de 16 meter. Aangesneden bal opnieuw. En dan gaat hij binnen, jawel! En het is Gueye, denk ik, die helemaal is meegekomen, inderdaad. Ze lijken goed op elkaar, Mukulu en Gueye. En zo komt Lokeren hier zowaar op voorsprong. Nog eens kijken, aartsgevaarlijk die vrije trappen van Ivan Leko. En dan is het inderdaad Gueye die eigenlijk met de rug scoort, denk ik. Moeilijk te zien in het pak daar. Foley verdedigt er nog op, maar hij krijgt hem niet klein, de Senegalees. En ze denken dat het...